Aan de overkant, Ben Strik. Ja, we hebben u vaak gezien. Het programma is Omroep Maxime. Maxime Hartman was de presentator. 2012 is het jaar. U had een mandje in de aanbieding. En daar wilde u het een en ander over vertellen. Folklore, maar een mooi prachtig dingetje. Het staat voor u. En wat Maxime betreft moest het steeds maar korter. Herinnert u zich nog? Als de dag van gisteren. Ligt u er nog wel vandaag. Als de dag van gisteren. Het is een opname geweest bij mij in de winkel. Meneer heeft gevraagd of ik het mandje wou pakken, of ik een speciaal iets had. En dit is een Makkum mandje. Ja. Gemaakt in Makkum. Ja. De fabriek is failliet gegaan, ja, door de kwaliteit. En iedereen, ja, wil met mij met het mandje op de televisie. Iedereen? Ja, iedereen. Oh. Het is opgenomen door de televisie. En iemand die vroeg aan mij op een bijeenkomst van een notaris of ik dat meneer met het mandje was. Ja. Zei, ja. Oh, u bent nu echt de meneer van het mandje geworden? Ik ben de meneer van het mandje. En er zijn dus ook mensen uit het zuiden die speciaal bij mij naar de winkel komen, dat ze niet geloven dat ik de meneer van het mandje was. En dan willen ze met het mandje op de televisie. Heeft u zich toen het gebeurde, Maxime is brutaal, hè? Die laat u steeds korter, op een gegeven moment schreeuwt u alleen nog maar het woord mand, hè? Ja. Mand! Ja. Wilt u dat straks aan het eind van ons gesprek over een minuut of twee nog één keer onverwacht doen? Heel hard, straks. Onthoudt u dat? Nog één keer heel onverwacht, man. Dus nu niet. Zullen we even kijken naar het fragment? Ja, maar rustig. Want het is opgenomen bij mij dus in de winkel. Ik heb dus een kunst- en curiosa winkel. En ik doe het met ontzettend veel plezier. Ja. Want ik heb geen pensioen. Ik moet dus doorwerken. Ja. Ik werk dus echt voor mijn plezier. Dus daarom kan ik ook dit filmpje met plezier terugzien. Maar zou u dat mandje nu nog ooit verkopen? Ik denk dat er dus nog voor heel veel mensen zijn die het graag willen hebben. Ja. Maar ik denk niet dat ik het meer verkoop. Nee. Nee, het is uw mandje nu. Het is mijn mandje en het blijft mijn mandje. Ja. En het is dus gemerkt aan de achterkant. Ja. We gaan even kijken, meneer. Het is gemerkt. Ja. Van Tichelaar. Ja, van Tichelaar uit Makkum. Ja. Ja, we gaan kijken. Ja. Tichelaar uit Makkum. Ja. Dit is een heel mooi mandje, gemaakt door de firma Tichelaar, werd gebruikt op tafel als versiering en fruitmandje. Veel te lang, moet korter. Mandje van Tichelaar, gemaakt in Makkum. Nog korter. Mandje van Tichelaar. Nee, nog korter. Kort. Mand! Vindt u het nog steeds leuk? U zit nou zo lang naar uzelf te kijken. Het is perfect. Oh, het is perfect. Ja. Perfect. Nog één keer. Komt. Mand! Mand!